Ik vind zeker dat er een kloof is met de Randstad. En dat ligt niet alleen bijvoorbeeld aan economische redenen, maar kijk of eens naar de politiek. Hoeveel mensen er uit de Randstad komen in vergelijking tot niet alleen Twente, maar ook de rest van het land. Verder zie je ook dat de huizenprijzen bijvoorbeeld in de Randstad hoger zijn. Over het algemeen is de bevolkingsdichtheid veel groter, minder natuurgebieden. Mensen verdienen er tevens ook meer, zijn er hoger opgeleid. Dus in mijn ogen zijn er echt wel verschillen met de Randstad. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hier in Twente. Dat denk ik wel, ja. Omdat in de Randstad wordt heel veel nieuws gebouwd. Ik heb een beetje het gevoel dat hier minder aandacht aan wordt besteed in het oosten. Het wordt voor mijn gevoel wat leger. Winkels gaan weg en er is niet zoveel leven meer hier in het oosten, heb ik het gevoel. En in de Randstad is dat wel het geval. En ik denk ook dat dat heel veel met geld te maken heeft. Er ligt een rapport, elke regio telt. En daarin staan tussen haakjes pijnlijke conclusies. Ja. En premier Rutte die heeft naar aanleiding van dit rapport ook gezegd... Het moet beter en het kan beter en het moet ook anders en beter. Ja. Maar het is voor mij eerder een gevoelskloof. Ik vind het leven daar een beetje te snel, maar dat is een puur persoonlijk iets. Ik geloof wel dat er meer geld wordt geïnvesteerd in allerlei soorten projecten, maar daar kan ik niets zinnigs over zeggen verder. Ik vind alleen dat ik voel mezelf daar niet thuis. Ik hou niet van dat hele snelle leven. Ik bedoel, in mijn carrière ben ik daar ook diverse malen geweest. En dan lopen daar jupjes rond in strakke pakken en stropdasjes. En dan is het allemaal veel meer prestatiegericht. Ik denk wel dat het persoonlijk blijft. Ik denk dat de mensen in het Westen toch een beetje kortaf zijn. Een beetje kort lontje. Ik denk dat het oosten wat dat betreft wat vriendelijker is allemaal. En wat makkelijker en wat medemenselijker. De intensiteit van bewoning is veel groter in de Randstad. Dus dan krijg je een ander ritme dan op het platteland. En als je het platteland op eenzelfde gevoel van welzijn wilt hebben als de Randstad, dan kost dat ook wat geld extra. Nou, in mijn mening mag het ook wel anders als je kijkt naar de verschillen dus die er zijn. Maar dan is aan mij de vraag, aan de heer Rutte in dat geval, wat zijn dan die veranderingen waar je over praat? Want ik heb nog nooit wat gehoord over dat hij er wat over had van. Er zijn verschillen tussen de Randstad en de rest van het land. Ik hoor hem vaak spreken over de Randstad en over hoe het daar dan precies in zijn gangetje gaat, maar niet in de rest van het land. En dat mis ik een beetje dan in de politiek in dit geval. Komt de overwinning van de BBB in dit kader uit de lucht vallen? Ik vind zeker dat de overwinning van de BBB heel veel te maken heeft hoe er op het moment dit land geregeerd wordt. Maar wat ik er zelf ook van vind met de BBB, omdat de BBB van zichzelf een vrij jonge partij is en zich ook gericht heeft op de buitenregio's, kan je er ook zien dat dit een vorm van populisme is. Dus het is inderdaad dat dat zo gevallen is, maar als we dan kijken naar hoe gaat dat in de politiek verder, weet ik niet hoe je dat gaat gebeuren. Gezien de BBB van zichzelf een vrij jonge partij heeft en bijvoorbeeld hier in de regio ook mensen in de Kamer heeft zitten die van zichzelf nog niet heel erg veel politieke ervaring hebben. Nou is premier Rutte geen domme man. Zou die al een klein beetje rekening houden met de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen? Dat is een hele goeie. Ik weet niet zozeer, ik durf niet op te gokken of hij daar eigenlijk al op in is geweest. Ik weet zeker dat hij wel weet waarom de BBB zo groot is geworden. Maar ik weet niet of hij er al een plan voor heeft klaar liggen bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. Ja, weet je, ze beloven allemaal zoveel, maar puntje bij paaltje. Eerst zien, dan geloven. En ik ben hier niet zo lang geleden naartoe verhuisd. Ik kom uit Wijchen bij Nijmegen en daar was toch wel iets minder. En ik vind de criminaliteit hier wel iets meer. Ja, dat kun je ook wel merken. Dat is wel zo, ja. En het gaat ook met name het wordt ook duidelijk uit het verdwijnen van allerlei voorzieningen uit de provincies. Precies. Scholen worden opgeheven, buslijnen verdwijnen, winkels verdwijnen. Ja, alles verdwijnt. En de conclusie luidt, er moet meer geld en aandacht met name naar de overige provincies. Ja, en de boeren nu hopelijk ook, hè. Ja. Want dat is in het oosten ook belangrijk. Bijvoorbeeld in Amsterdam betaal je voor een klein appartementje eigenlijk al bijna 7.000, bijna 4.000 euro in de maand. Waar eigenlijk je zelf nog alles moet opknappen en zelf alles nog aan moet doen. Terwijl je wel gewoon je volle map betaalt voor eigenlijk een stukje schroot, als het zo mag zeggen. Waar veel mensen wonen is er natuurlijk veel vraag en minder aanbod.
Dus de prijs gaat omhoog. En dat ligt anders in het oosten van het land of in de overige provincies. Dus als ik jou een beetje vertaal, is de kloof meer iets van een persoonlijke beleving? Ja, ik denk dat heel veel door bijvoorbeeld ook social media en dat soort dingen, steden zoals Amsterdam, Rotterdam, een stuk groter en een stuk mooier gemaakt worden dan dat ze soms daadwerkelijk zijn. En hoe zit het met jou, de kloof, een persoonlijke beleving of realiteit? Ik denk toch wel een beetje van beide. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook vrienden die uit de Randstad komen en ik weet inderdaad ook, die verdienen dan wat meer of die hebben dan een kleiner huis voor dezelfde prijs als wat je hier hebt. Maar zoals je zelf zei, dat is ook logisch gezien je met een vraag en aanbod zit en met een populatie die vele malen groter is dan hier in Twente. Maar daarentegen vind ik dat er toch wel een stuk realiteit in zit. Want ik heb vanuit mijzelf, mis ik soms wel eens dat gevoel dat als je over Nederland praat, dat je het over provincies als Drenthe en Overijssel en Limburg hebt. Want over het algemeen vind ik dat het in mijn ogen gaat om Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Flevoland. Dus ik zie daar zowel in de realiteit als in mijn eigen ervaring toch wel een verschil in. Omdat het hier gewoon erg opvalt. Nou. Wat kan of moet er beter volgens jou? Wat meer geld aan de boeren ook, dat de boeren ook weer geaccepteerd worden. Want in de oosten, nou eigenlijk zijn hier heel veel boeren, maar ook winkels. Wij willen natuurlijk ook weer naar de winkels gaan. Hier leven echt heel veel mensen en er mag echt wel meer geld naartoe gaan. In plaats van alles maar naar Amsterdam en Rotterdam en alles. Ja, nee, ik vind dat er meer geld aan ons mag mogen worden besteed. Ja.